Hij is inmiddels veilig thuis, maar het had heel anders af kunnen lopen. Vanochtend op de Spiegelstraat. Ik reed gewoon naar school toe en ik fietste de Spiegelstraat in. En opeens kwam er een taxi van links en ik fietste gewoon door. En hij reed ook door en toen reed hij me aan. En hij reed toen gewoon meteen door. Ja, ik viel, dus ik keek omhoog en opeens zag ik één vrouw die boven me staan en die hielp me overeind. En die begon gewoon vragen, ze hebben wel gehad en zo. En toen ik een beetje bijkwam, toen zei ik ja, het ja, gaat. Toen ging ik gewoon weer op mijn fiets stappen en verder. Toen ik wegfietste, toen besefte ik me pas eigenlijk van ja, dit had ook anders kunnen aflopen. Op school hield Sjoerd last van hoofdpijn. Hij kon dus meteen weer naar huis. Nou, ik kwam op school aan. Toen ging ik me eerst melden bij de balie. En toen moest ik nog een uur wachten, omdat er niemand op dat moment was die EHBO kon. En mijn moeder was toen al onderweg naar school. En toen kreeg ik nog een paar aspirintjes en toen mocht ik gewoon mee naar huis. Als Sjoerd wat is opgeknapt, wordt er aangifte gedaan bij de politie. Wat zou je willen zeggen tegen die chauffeur? Ik weet niet wat ik wou zeggen. Ik weet alleen dat ik wel heel boos op hem ben.